welkom bij onze 9e vlog. Vandaag wordt het weer een werkdagje voor ons, want we gaan klussen in ons huis. Surprise! Nee, we gaan weer verder met verven. Frans die gaat de woonkamer afmaken, maar eerst gaan we naar een tweedehandswinkel. Daar zijn we nu ook op weg. Om te kijken of daar nog leuke, ja, voor thuis wat luxere stoelen zijn, om zo te zeggen. Want we hebben een bank en dat is het. En we willen graag nog extra zitplek, dus we gaan kijken of daar nog leuke stoelen zijn. We hebben ook nog een soort van verrassing. Nou, wij weten wel wat het is, maar als jullie het willen zien wat die verrassing is, moet je verder kijken in de vlog. En het heeft te maken met onze lunch in ons huisje. Ik ben een stickertje aan het afhalen. De tafel die we net hebben gekocht. Zit voor onder de plankjes. En daar komt dan de koffiezetapparaat op. Want daar hadden we nog geen ruimte voor. Het is een eikenhouten kastje. Redelijk zwaar. Prima tafeltje. Even kijken hoor. Zit hij nou aan de hoek? Hij zit aan de goede kant. Die komt hieronder te staan. Zo. Zoals je ziet zitten we hier met de doos. Want we zijn zojuist naar de winkel geweest hier in de buurt voor de eerste keer. Dus dat is ook heel leuk. Ja. Is echt super druk daar. Dus we gaan niet op zaterdagmiddag boodschappen doen. Gewoon door de weekse avond. Door de week. Maar in ieder geval, we hebben koffiebonen. En in deze doos zit onze koffiezetapparaat. Dus die gaan we vandaag uittesten. Dus het is een unboxing en een... nee. We gaan gewoon uitpakken. Heb jij de schaar? Gaan we een review geven? Hoezo een schaar? Dat kan gewoon zo. Oreo is bij de Albert Heijn gewerkt. Ja, wel even... Oké, de koelbak staat in. Gooi daar maar in. Dan... Papiertjes heb ik niet nodig. De bon. Ja, die leg ik even hier neer. Gaat niet echt soepel, hè? Doos in een doos. De long. Nog een doos. Als jij was eruit, hebben we weer een doos om. Oké, dat was geen doos. Ik weet niet wat dat allemaal is, maar... Nou, deze doos... Hé? Huh? Hij heeft een gat. Oh, zo, dat is niet... Nu je hand er geen zin. Dat is echt link? Nou, want deze doos... Dus die hebben we hier net? Oké. Okay. Hij zit er met een tape in. Ja, nou, dat is niet echt sterk. Nou, goed. En nu komt hij echt, hoor. Nou, deze ook wel een beetje netjes aan. Lijkt wel een soort van Sinterklaas cadeautje, hè? Surprise. Een surprise. La la la. Ta-da-da. La la la. En nog een doos. Serieus? Nee. Oh, een starter set. Zijn wij daarvoor naar de... Oh, dat is leuk. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Kijk. Oeh. Een starter set. Dit is echt een unboxing en... Wacht, ja? Ik zal hem openmaken voor de camera, zo. Hier komt hij, hoor. Oh, een boekje. Oh, nou, boeken, papier. Oh, dit is een, denk ik een... Ja, dat is voor de dinges. Nou, in ieder geval een kopje om af te meten, denk ik. Ja, voor de cafeïnevrije koffies. Hebben de dingen eens kapot gekeurd. De filter, denk ik. Oh, dat zal de filter zijn. Er zit zand in of zo. Maar hij maakt geluid. Dus de filter. Ik denk dat de filter is. Schoonmaakskwastje. Met een krabber. Oh, dat is ook wel handig. Volgens mij focust die echt hartstikke slecht, sorry. En de Eco Decalk. Oh, om ontkalken. Dat moet je eens in de zoveel tijd doen, had ze gezegd. Ja, dat is waar. Dus, staat hier ook vast nog. Helemaal uitgelegd. Misschien moeten we eerst gaan lezen voordat we zo met dat ding gaan gebruiken. Nee joh, dat moet je niet doen. Tuurlijk wel, misschien moet je meer schoonmaken. Daar komt ie, hoor. Een soort van. Hij is echt gewoon vaak onder de ziel. Dat is echt normaal. Eén ding is zeker, hij was goed verpakt. Dat moet ik natuurlijk wel. Oh, je kan ook gewoon heet water tappen. Is dit alles? Wat hebben we zojuist gedaan, Frans? Ik heb echt geen idee. Doorgespoeld. Nou, dat oh, hij is nu doorgespoeld. Oké. Okay.
Nee! Want als ik hem bij jou gooi, heb je wel een sterrenbakkie. Dat is waar. Ik begrijp nog geen meter hoe ik nou koffie krijg. Doe eens eerst even drinken, Boppie. Kijk of hij is gloeiend heet. Nou in. Een beetje sapatier bij gooien. Zet dit hier wel even neer, zo. Nou, dat is gelukt. Oeh, je bent echt een extreem achterbelicht. Ik zou het niet zeggen. Ja, waar is mijn koffie? Is deze van mij? Ja, die was voor jou. Hier, we eindelijk een goed bak koffie voor elkaar kunnen krijgen als het waterreservoir op. Dus ik heb nou waarschijnlijk weer een sterk bakje koffie. Probeer eens een slokje. Ja, hij ziet. Ja, hij is sterk. Ja? Ik vind hem nog niet heel lekker. Maar het kan ook aan de bonen liggen. Het ligt er aan welke bonen je doet. Dus we hebben een klein zakje gekocht van de beste. Geurig en mild van smaak. Dus als we misschien sterkere bonen kopen, dat het dan ook anders smaakt. Ja, dat. Maar dan moet je allemaal uittesten welke bonen je lievelingsbonen zijn. We hebben expres een klein zakje gedaan. Nou ja, klein, dat doe ik wel even mee. Maar ja, je kan ook gelijk echt zo'n hele grote zak van een kilo kopen. Ik denk, ja, ze vinden het niet lekker te zien met zo'n grote zak. Met z'n tweeën. Nou, ja. Even weg. Nee, en we hebben een bakje. Want het beste is om bonen niet helemaal vol te gooien, want gaat de smaak van de koffiebonen eraf. Dus dan is die nog minder intens de smaak. En zeker omdat het al een milde smaak is, hou je niet veel over. Dus we hebben een bakje wat als goed is luchtdicht kan en dan blijven de bonen langer goed. Dus je moet hem wel wat vaker dan vullen, de koffiezetapparaat. Maar dan heb je wel gewoon lekkere koffie. Dat zijn ze in de winkel. Dus daar gaan we dan ook mee doen. Alles bij de koffie. Het is 6:30, dus wij gaan stoppen voor vandaag. Frans is bezig met de afwas, dat stond er nog van de pannenkoeken. De woonkamer, die hebben we af. We hebben de gang af op 2 kleine witte stipjes na, maar dat gaan we volgende week even aanstippen. En de slaapkamer, die hebben we als goed is ook af. Het is nog wel een verrassing hoe die opdroogt, maar wij denken dat dat goed gaat. Dus dan hoeven we daar ook niet meer aan te zitten. Dan hebben we gewoon in één klap 3 kamers af. En dan hoeven we alleen nog maar de extra kamer te verven. In principe, als alles nu goed gaat. Dat zou wel fijn zijn. En dan ga je het grote verschil zien. Want dan kan ook al het zeil van de vloer af. En dan kan je de meubels op de plek zetten. In ieder geval de banken en de stoelen, want die staan hier al. De meubels moeten we nog in elkaar zetten. Dan krijg je wel meer een plaatje. En dan komt ook de grote schoonmaakwerk, denk ik. Gaan we mee beginnen? Dan wordt het echt een beetje ons huisje, hè? Dan wordt het echt een huisje. Maar ik ga Frans nu helpen met afdrogen. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Laat een duimpje achter. En als jullie meer van ons willen zien, dan moet je zeker hier even abonneren. En op het belletje klikken. Dan krijg je een melding als we iets uploaden. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doeg!